Edwin is wel echt een man, echt een alfa man. Als hij dan zo in zo'n kort broekje rondloopt, denk ik, van mij. Hallo! Ik heb jullie nog niet verteld. De bouwvergunning is binnen. Ik wil heel graag aan jullie cadeautje uitdelen. Hoe is dat ding aan zwart bij mij? Weten we. Ja, nou. Oké. Okay. Vandaag is een hele bijzondere dag. We hebben met ons team gewerkt naar ons Mombrazing event. En ik ga mezelf even terugtrekken samen met mijn haarstylist en mijn coach. Dit is gewoon de eerste keer in 12 jaar dat ik een bedrijf heb dat ik gewoon me laat glammen, waar ik niet eens van kan genieten. Omdat ik eigenlijk in mijn hoofd alleen maar bezig ben. Denk ze daaraan. Vandaag heb ik het doel dat ik ga leren om mezelf wat meer tijd te gunnen in de voorbereiding. En mijn team echt in hun kracht te zetten. En zelf het event autonoom, dus zonder mij, voor te bereiden. En dat kunnen ze makkelijk. Maar ik kan niet altijd genieten van wat ik heb. Omdat ik moet loslaten zodat ik ook een beetje kan genieten van alles wat ik al die jaren heb opgebouwd. En jouw vraagstuk was, waarom kan ik het niet loslaten? Ja, ik ben gewoon een harde werker. Het zit er gewoon ingeramd. Bedoel je ermee te zeggen dat je het jezelf nu gegund hebt? Ik heb het mezelf vandaag gegund. Wat die luxe, ik ben gewoon niet gewend. Laatste keer op mijn bruiloft. Dus als je het jezelf gunt, dan voelt het als luxe. Oh, wat erg. Ik vind coaching heel belangrijk, omdat ik altijd de coach ben voor mijn team, voor mijn merken, voor mijn talenten, voor iedereen in mijn omgeving. En soms ben ik dan leeg en dan ga ik me vullen bij mijn coach. En het fijne daarvan is dat ik haar gewoon betaal, dus dan moet ze luisteren. Welke eigenschap zou je nog willen als je kan kijken liever, in de toekomst? Wat liever voor mezelf zijn. Liever voor jezelf zijn. Ik doe heel veel met team, maar ik zelf ben heel streng en vind niks goed eigenlijk. Bedoel je te zeggen dat als je wat liever voor jezelf bent of wordt, dat je ook veel meer zou kunnen genieten? Ja, dat is exact wat ik bedoel. Ja. Ik vind het zelf moeilijk om te genieten, omdat ik zoveel heb meegemaakt aan negatieve en ellendige dingen. Ik ben heel jong weduwe geweest, heel lang alleen geweest met mijn zoon. En dat is ook een van de redenen waarom ik dit bedrijf ben gestart, omdat ik dat beter kon en kan combineren met de zorg voor een kind. Ik wilde alles behouden voor hem, zodat hij zo min mogelijk dat verlies zou ervaren. En daar heb ik heel hard voor moeten werken om dat te behouden voor hem. Ik wil nu heel graag een oefening met je doen. En dan ga ik je vragen om je ogen dicht te doen. En heel stil aan jezelf te vragen wat je nodig hebt om het liever voor jezelf te zijn. Wat ik nodig heb. Niet denken, gewoon voelen. De reden waarom ik met een coach praat is omdat zij heel deskundig is. Ook veel ouder is, dus ook al heel veel ervaring heeft met het pad wat ik nog moet bewandelen. En ik geloof altijd learn from the best. Ik weet het. Ja? Accepteren dat dit iets is wat bij me hoort, maar niet nodig is. Omdat ik, ja, het goed komt. Het uiteindelijk altijd goed komt. Het emotioneert je, hè? Natuurlijk. Ja. Kijk, dat is wat voelen met je doet. Ja, klopt. Maar ik ben wel heel blij dat je zegt, je voelt dat het ook goed komt. Ik voel dat het goed komt, zeker. Maar er is wel werk aan de winkel. Kom maar, Nova. Oh, wat een droom, zoveel honden. Kom, bootje. Oh, zo lief. Hoe is dat?
goed met jou. Goed. Ik heb lekker koffietje voor je mee. Oh, lekker. Ik heb net wat rotnieuws gehad over mijn vergunning van mijn pandje. Dat het weer even on hold is gezet. En dat is voor mij best wel pittig. Want dat betekent dat het me nog meer geld gaat kosten. En dus het kwam echt als geroepen dat Dionne en Nancy mij een appje stuurden om met de honden te wandelen. Lekker even met de dieren in de natuur. Hoe gaat het met jou, Jean? Ja, de vergunning dat gaat toch niet zo soepel als ik had verwacht. En nu heeft mijn architect een fout gemaakt. Dus nu is mijn vergunning er weer uitgezet. Shit. En het kost elke maand superveel geld. Dus het is niet zo makkelijk als dat ik eigenlijk dacht dat het zou gaan. Ik zit zo te wachten op mijn vergunning. Zo te wachten. En ik was hier wel echt mega zuur van. Moet er dus even een paar stapjes terug? Nou ja, of juist bij om weer wat andere dingen te gaan bedenken. En omdat de markt nu even anders is. Normaal ging het verkopen en het kopen veel sneller. En dat is nu niet meer. Nee, nu moet je echt hard werken. Ja, het is echt... Het pand kost haar een Chanel-tas per maand. Ja, ik weet niet welk model, maar het is een hoop geld. Maar aan de andere kant, nu komt wel jouw kracht naar voren. Ja, zeker, zeker. Want jij bent ook gewoon goed als de markt gewoon moeilijk is, toch? Ja, zeker. Ik heb 100% vertrouwen in Jeannie. Het is gewoon een onwijze doorzetter, een powervrouw. Die gaat gewoon door. En dat is ook onderdeel van ondernemen, hè? Mensen die doorzetten, die hebben uiteindelijk hun eye on the prize. En dan lukt het altijd. Doe je veel aan het huis zelf? Of? Ja. Ik help mee. Want ja, ik denk, iedere plank die ik er zelf uitsla, scheelt in een plank. Precies. Ik zit financieel in een risico. Dit kan niet meer langer dan 2 maanden duren. Want dan ga ik het niet meer halen. En dan moet ik het pand gaan verkopen. Ik hoop dus toch wel met een weekje of 1, 2 dat die vergunning binnen is. En dan vol gas. Ja. Ik ga gewoon niet voor de makkelijkste weg. Heb ik nooit gedaan. En ik blijf het gewoon. Ik hou het gewoon. Het blijft gewoon bij mij. Ja, ze staat zelf te klussen, ze doet alles. Ja, dat vind ik supergoed, want zo kan je alleen maar iets opbouwen. Je kan niet zittend achteroverleunen om het geld binnen. Zo werkt het niet. Je moet gewoon keihard werken. Keihard. Gaan we nog een beetje recht lopen? Volgens mij is Bo klaar. Als je nu een beetje zo achter begint te lopen, dan weet je hoe laat het is. Kijk eens, meiden. Oh. Nou, dit is pas een goed begin. Heerlijk. Nou, lekker, hè? Zo. Nou, op vanavond. Dit is de kapper waar ik altijd kom. Dit is Juri. Ik vind Juri helemaal fantastisch. En ik luister naar Juri. En ik luister naar niemand, maar wel naar Juri. Volgens mij kom jij heel vaak, hoor. Mm-hmm. Ja. 2 keer in de week. Ja. Erg, hè? Ja. Ik heb ook geen shampoo thuis. Nee, Juri doet het. Dit is mijn ontspanning. Ja. Eigenlijk denk ik wel, ik kan net zo goed mijn bed hier neerzetten. Zo vaak ben ik hier. Want jullie hebben het event van Dionne. Ja, Touch of Pink. Waarom is het Touch of Pink dan? Volgens mij komt het thema van de borstkanker. En dat is moeders voor moeders. Empowering van vrouwen. Ik ben mijn moeder aan borstkanker verloren. Oh. In 2011, maart 2011. Mijn moeder heeft borstkanker gehad. En later is die kanker ook uitgezaaid. Ja, vreselijk. Had je een goede band met haar? Oh, zo goed. Ja? Ja, die... Ja, eigenlijk was ik altijd relaxed in mijn leven. Zij is nu mijn tante. Hè? Ik volg haar. Ja? Ja, zij is nu echt mijn tante. Kijk eens naar mijn huid. Ja. Nee, maar echt serieus, ik heb dat. Ik heb toch wel af en toe dat spirituele dat ik dingen aanvoel. Weet precies wat er gaat gebeuren, dat weet ik, want het is heel eng. Maar kan je ook met mijn moeder praten? Nou, dat niet, maar ik voel wel... Ze zorgt nog voor je. Zij is... Ja, dat gevoel alles hoe je denkt en doet, ook met haar steun. Ik ben enig kind en voor mijn ouders was ik alles. Elke dag waren mijn ouders bij mij. En dan is dat weg en dan heb je eigenlijk niemand meer. Ik snap ook wel een beetje dat mijn moeder hier is. Ja? Omdat ze zo van de kapper ook hield en dit ook altijd deed. Dus mis je haar? Ja, mega. Ja. Mega. Daar krijg je ook een beetje kippenvel. Ja, zie je? Ja. Ze komen echt bij je. Als je in je gedachten met haar bent, zoals nu, dan zijn ze er. We zijn bezig met een mombracing event. Mombracing is eigenlijk het tegenovergestelde van momshaming. Maar wij staan altijd voor positiviteit. Vandaar dat wij het mombracing noemen. Het omarmen van vrouwen. Wie of wat je ook bent. Oké, ladies. Hey.
Mag ik hier zitten? Ja, gelijk. Zit Daphne hier. Daphne zo stoelen. Ja? Ik voel me aan de ene kant heel rustig omdat mijn coach er is en mijn haarstylist. En dat ik weet dat dit goed komt. En aan de andere kant vind ik het heel spannend, omdat bij events er altijd dingen misgaan. Maar nu ben ik helemaal ook uit de communicatielijnen gesneden. Dat vind ik wel heel spannend. Als iedereen dan klaar is, check dan even in de app of je nog iets kan doen. Zo niet, ga lekker klaarmaken. Ik wil me niet bemoeien, want je hebt iets controle. Nee, maar het is wel fijn. Ik heb je wat geappt. Oh, heb ik niet gezien. Oh, ga ik zo even kijken. Ik weet niet. Nee. Wat heb ik geappt is dat de rode loper nog niet opgeplakt is. Nee, dat gaat zo meteen. Die kan struikelen. Het komt nog. En het is donker. Lies had niet eens door dat ik dus een appje gestuurd had. Maar we willen niet struikelende mensen of hakjes. Dat willen we niet. En zeker geen moeders. Alsjeblieft, hou op. Misschien kunnen jullie twee er nog even naar kijken zo. Ja. Nog heel goed aftepen, zodat hij helemaal strak ligt, dat er geen bobbels in zitten. Nee, voornamelijk zodat mensen niet met hun voet willen haken. Want anders wil je wel gewoon niet hebben, het bloedbad. Ja. Niet op mijn event. Kijk, als je 25 jaar events doet, dan weet jij meer dan jonge mensen ooit kunnen weten. Dat is gewoon een stukje ervaring. Hoe ging je PPM? We zijn van 100 zijn we naar 20 bemoeienissen gegaan. Oké, dat 20 bemoeienissen. Ja. En dat betekent dat je 80 hebt kunnen loslaten. Ja. Ik vind het wel een hele overwinning op mezelf. Ik moet eerst zeggen, ik ben ook trots. Heel trots. Ja. Hallo. Leuk om jullie weer te zien. Hetzelfde. Nou, welkom dat jullie zijn, dames. Ja, we zijn echt een moeder betaamd. Ja, hè? Met mijn bakfiets. Uit mijn werk. Dit is 100 jaar geleden. Ja. Hoe leuk is het om jou weer te zien? Helemaal fabulous. Toch? Ja, je kunt met Marjolein meelopen naar de receptie. Dankjewel. Dag schatjes, hoe is het? Ach, gorgeous. Welkom bij de Vuurdoop. Ben je de eerste keer bij ons mommy vindt. Je kunt je melden daar bij de receptie. Oké, super. Nee, ik kan de ingang niet vinden. Je hebt niet gebruik gemaakt van de car service. Dat is soms als je een team hebt, dan is het heel veel voordelen. Maar soms mis je dan dit soort dingen weer. Eén seconde, ja hoor. Ik kom aan in galajurk, touch of pink op mijn hoofd. En ik zie toch weer dat Dionne daar gestrest staat te bellen. En dat gun ik haar niet. Hoe blijf je dat weten? Je een beetje loslaten, nee. Jawel, ik heb het heel erg losgelaten. Ja? Ja, alleen als mensen mij bellen, kan ik moeilijk zeggen. Doe je? Wel iemand anders. Ja, je hebt gelijk. Dat is gewoon. Kan ik iets voor je doen? Een kus geven. Dat schatje. Een beetje liefde. Ja, liefde. Het is zo hard werken voor haar. En dan ook helemaal nu ze uit Rotterdam moet komen iedere dag. Ja, denk ik wel eens, ach, hoe lang ga je dit volhouden voordat je door je hoefjes heen zakt? Er is een danseres samen met een kind die echt prachtige balletuitvoering deed. Dat komt echt binnen. Ik vind het zo mooi. Doe me ook denken aan mijn zoon die nu niet klein was. En dan komen de emoties los. Dames, ik vind het zo fijn dat jullie vandaag hier weer zijn. Ik heb jullie gemist. En voor mij is Mombrace een heel belangrijk thema. Daarom waren we heel blij dat wij met Pink Ribbon de handen in één kunnen slaan om dit thema op de kaart te zetten. En dat doen we vandaag. Een superleuke avond. Ik heb heel veel leuke nieuwe mensen leren kennen. En we gingen met tassen vol, met goodies gingen we weg. Lil en ik konden het niet tillen. We hebben het moeten slepen. Hey Dionne, hoe gaat het? Hoe vind je het gaan? Ja, lekker. Ik heb meer losgelaten dan ooit eigenlijk. Ik wil heel graag meer balans in mijn leven. Maar mijn werk is ook mijn hobby, is mijn passie. Maar het is ook belangrijk om af en toe goed voor jezelf te zorgen. Je kent het poor. From an empty jaw, zeggen ze altijd. Je kan niet vanuit een lege emmer geven. Dus je moet ook zorgen dat je emmer zelf altijd gevuld is. Ik heb dus een date in een van mijn favoriete restaurants met mijn favoriete man van het moment. Nee, dit is een blijver. Ik ga hem houden. Ja. Think it all. Later on, we're gonna meet Nancy and Jerry. What's their English like? I have no idea how their English is. Nou, leuk hè, dat we gaan eten hè, met je nieuwe vriend. Nou, dat zien we zometeen of het leuk wordt. Dat weten we pas aan het einde van het ritje als we gegeten hebben. Ik ben niet zo snel zenuwachtig, maar nu ben ik een klein beetje zenuwachtig omdat ik toch Engels moet praten.
En dat is niet mijn sterkste vak. Nou ja, in ieder geval, Jamie die ken je al. En ja, die is al hartstikke gezellig, dus die vriend die zal ook vast wel gezellig zijn. We nemen lekker twee wijntjes op en dan komt het wel goed. Oké, derde jaar. This is Carl. Carl, Nancy. Are you doing? Oh. Ik kom binnen, zie Carl. Knappe vent. Heb ze goed gedaan, hoor, die genie. Jamie. Hoe is het nou? Hoi. Alles goed? Ja, met jou. Lekker. Zie ik je eindelijk een keer in. Ja, zeker, hè? Ja. Ik ben ook super nieuwsgierig naar Gerry. Ik heb natuurlijk alle verhalen gehoord. Ik heb hem heel eventjes op FaceTime gehad. Where did you meet him? Oh, we meet each other through work. Yeah. And then, yeah, we bought shoes with you. No, we yeah, actually, the high heels. Ja, de high heels, ja. Ik ben echt een mega verliefde puber. Het is echt verschrikkelijk. Maar prima, ik laat het gewoon gebeuren. Want anders ga ik weer met mijn hakjes in het zand. Hou ik het weer allemaal tegen. Rent hij weer weg. Dus ik heb maar met mezelf afgesproken dat ik maar gewoon meega met de flow. Ik wil niet dat mijn angsten uit mijn verleden dit gaan kapotmaken. Oh, so nice. Ja, yeah, really nice. Yes. And how did you met each other? We know each other from a very good friend together. I was all a long time free. And he say, I have a nice, how do you say that? Woman? Yeah, women and a woman. Women is meervoud, dus houden het gewoon bij één, ja? Nou, Gerry spreekt gewoon Amsterdamse Engels, net zoals ik. En dan beter als ik. Ik kijk helemaal ervan op. Hij gooide er een paar woorden uit. Ik denk, oh, oké, knap hoor. I think after one bottle, I speak Chinese also. You're not the only one. Yeah. You can speak with me. So. Well, cheers. 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 On this meeting and on love, obviously. Ah, yeah. Oh, Gerry was wel echt een Gerry. Super grappig. En volgens mij is Gerry ook echt een gezelligheidsdiertje. Die twee zijn gewoon voor elkaar gemaakt. And you will stay in Amsterdam? Do I still live here? Yes, okay, but you're two not years. Going back. No, not unless the sushi is really bad, but I'm here for good, yeah. Nance and I, we decided to never fall in love again because we hated them. Hated who? Who's men. Them? And them? All the men. We can do it on our own. We're not dating. Did you hear that? Maybe. No, and then you guys came, oh my God. Nancy en ik waren echt allebei lang vrijgezel. Dat dit ons mag overkomen en dan gelijk weer zo, hoe lekker. Ja, heerlijk. Do you want to live together or? Yes. You already live together? Yes, yes, oh, wow. Yes. 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 When the feeling is okay and the feeling is right, where you have to wait for what? Yeah. Ah, that's so cute. Yes. Ik vind het wel fijn om te horen dat het bij Nance en bij Gerry ook zo snel gaat. Want dan bevestigt zeg maar dat ik niet de enige ben met dat verliefde gevoel en alleen maar bij elkaar willen zijn, plak, plak, plak. Maar dat hebben zij ook. From the first day, we still 24 hours together. Ah, that's cute. That's yes. Really cute. And how long was it for you? How long did it take you to fall in love? How long? 1 second, babe. And you? From the first second. 2 seconds. I'm a bit behind her. Ik ben gewend om teleurgesteld te raken in mannen. Dus natuurlijk heb ik die angst altijd. Maar ik heb een gesprek over gehad met Jeannie en die zegt, je moet niet leven in angst. En daar geef ik er gewoon gelijk in. You are so in love. Oh, it's so nice to see. Because I never see you this way. And I think we have to do more dinners together. Yeah, and to go to pizza together. Yeah, we should, definitely. And we do everything together. Good, cheers. Not everything. Not everything. I can't cheers to everything. Cheers on love, not everything together. Cheers. Goed. En met jou? Ja, goed. Ik ga mijn vriendinnen langs om items te verzamelen voor het Blijf van mijn Lijfhuis. En ik maak ook een stopje bij Dionne op kantoor. Want ik weet dat zij goede spulletjes heeft. Super fijn dat je even tijd had. Tuurlijk. Hoe is het hier? Altijd. Goed, lekker druk. Ik ondersteun heel graag dit soort mooie doelen. En wij hebben altijd genoeg producten over van de evenementen. En die schenken we ook altijd aan de goede doelen. En zoals nu
precies op tijd. De behoefte voor persoonlijke verzorging die is gewoon groot. We hoeven niet met bergen kleding en alles aan te zetten. Maar gewoon echt gewoon kleine pakketjes voor de dames die daar zijn. Ik denk dat weinig mensen zich kunnen voorstellen hoe diep je zit als je eenmaal in een Blijf aan mijn Lijfhuis zit. Want voor mijn gevoel was mijn leven gewoon voorbij. En daarom is het gewoon voor mij heel erg belangrijk dat ik iets kan terugdoen. Is het niet leuk om gewoon een goodiebagje te maken, zodat ze echt ook een beetje gepamperd worden, maar alleen wel met producten die ze echt nodig hebben. Dat ze wel een beetje een feestje hebben, ja, toch? Helemaal leuk, helemaal leuk. En het is zeg maar echt een uitzondering dat ik zelf de spulletjes mag komen brengen. Wow. Ja. Ja, je moet je echt voorstellen, je komt met helemaal niks. Dus die basisbehoeftespulletjes zijn zo belangrijk. Shampootjes, zeepjes, spulletjes voor menstruatie, make-upjes. Gewoon de dingetjes die je mist. Echt doe je goed hoor, schat. Oh. Echt, ben je toch een lieverd? Ja, je ook. Jamie heeft zoveel meegemaakt. En dan toch zo mooi en positief en niet negatief in het leven staan. En anderen willen helpen. Dat doen niet veel mensen. Kijk, ik dacht iets van een washandje. Ja, super die. Kijk, ja, oh, toch? Dit is fantastisch. Ik dacht. Ja, ja? Dit hebben we nodig. Kijken. Kijk, kijk. Tasje. Ja? Ga ik ook alvast wat erin doen, toch? Nou, dit is toch kijk. Helemaal. Dit is ja, ook dit is lekker. Fantastisch. Gezichtsolie. Ja, olie. Oh my god. Pas op dat je je nek niet breekt. Nee. Maar ik dacht eyelinertje. Oh ja, super. Ja, make-up. Ja, ja toch? Nee, ja, zeker. Oh, die, dit is fantastisch. Even kijken. Nou, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik ben helemaal sprakeloos van. Beetje beauty echt ook. Lief. Yep. Echt gewoon beyond. Nou, ik werd helemaal niet goed. Ik denk, gaan we niet kijken, want ik wilde alles zelf houden. Ik zat er, oeh, daar ligt dat, oeh, daar ligt dat. Ja, nee, fantastisch. Oh, oké, okay, James. Past. Jawel, moet wel. Past dit? Jawel. Maar dan willen ze weg. Als jij de achterbak opent, of is er geen achterbak kan in dat ding? Oh, nee, dat oeps. Niet. Dit gaat never nooit passen. Jawel. Kom een beetje optimisme hier. Serieus? Tuurlijk wel. Oké, okay, ik geef het aan. Doe wel voorzichtig, hè? Ja, ik doe zeker. Druk er niet werken, hoor. Pas op, jij die me tegenhoudt. Nee, het gaat hartstikke goed, joh. Niks aan de hand. App alsjeblieft, ja. Doei. Doei, schat. Doei. Voorzichtig, hè? Ja. De reden waarom ik naar Rotterdam ben verhuisd is omdat ik getrouwd ben met een Rotterdamse man. Wie heeft je toestemming gegeven om me zo goed te zien? Wij hebben heel lang gezocht naar ons huis. Ik hoopte dat we het konden vinden in de regio Amsterdam. Maar Edwin is toch verliefd geworden op een stukje grond in Rotterdam. Wat gaan we eten vandaag? Ik heb een stukje vlees eruit gelegd. Echt? Morgen, ja. Wat lekker. Wat? Nee, is verrassing. Verrassing? Ja, dat zie je straks wel. Oké. Okay. Komt goed. Leuk. Maar sporten. Ja. Wat gaan we doen? Iets om die calorieën te verbranden, zodat ik het vlees kan eten natuurlijk. Een avondje thuis is altijd eerst iets actiefs doen. Met elkaar of met een personal trainer. Vaak pakken we nog een jacuzzi of een sauna. Ja, we proberen wel echt te genieten van ons leven. Hoe lang moet ik dit doen? Tot ik klaar ben. Shit op dan. Nee, is goed. Sorry. Okay, je hebt me gewoon lang laten doen. Wat heb jij gedaan eigenlijk in de tijd? Ik moest even rekken. Edwin en ik zijn heel lief voor elkaar. Maar af en toe is het ook, ook al zei clash of the titan, zeg ik altijd. Maar dat vind ik ook leuk, want ik zou nooit een relatie met een man kunnen hebben die te lief is of te onderdanig is. Edwin is wel echt een man, echt een alpha man. Oh, dat is heel erg dit. Ik weet dat het heel koud is. Oh, dat is heftig. Dit is echt heftig. Edwin heeft een nieuwe hobby. Wij hebben een ijsbad gekocht. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het lijkt echt alsof je benen serieus afsterven. Oh, ik kan nu al niet meer. Weet je dat? Ga jij maar in. Ik vind mijn man echt nog steeds de leukste, knapste, geweldigste man. Als hij dan zo in zo'n kort broekje rondloopt, denk ik... van mij. Ja, heerlijk. Lekker, schat. Edwin is echt de liefde van mijn leven. Hij is ook iemand die echt die spiegel voorhoudt. En me af en toe van het plafond krabt als nodig is. En hij is ook iemand op wie ik unconditional kan bouwen en die me unconditional love geeft. Op de liefde en is lekker mijn. Eten. Serieus lekker. Goed gedaan, schat. Hallo, schat!
Hoe is het? Goed. Ja. Jamie, kom maar ophalen. En we gaan naar het Blijf van mijn Lijfhuis. Ja, heftig. Ik kan me niet voorstellen dat jij erin hebt gezeten. Nee. Dat vind ik zo iets geks, om hoe ik jou ken, hè? Ja, maar ik heb, dat heb ik zelfs. Het lijkt wel, soms denk ik wel eens van, dat het gewoon een ander iemand was of zo. Nens heeft echt geen idee waar ik allemaal doorheen ben gegaan. En ze kan zich er ook echt geen voorstelling bij maken. Omdat ze mij alleen maar kent van nu. En ik dacht, dan neem ik Nens mee. Ja, ik vind het heel belangrijk om haar te laten zien wat er aan de hand is in Nederland. Als je daar nou in zit, hè, dan ben je helemaal van de buitenwereld ben je dan helemaal afgesloten. Ja. Maar je hebt ook geen inkomen. Nee, maar eigenlijk kom je verder van de maatschappij af te staan. Omdat je inderdaad, je kan niet werken. Je komt gewoon, sociaal gezien word je helemaal van alles afgeschermd en gedaan. Dus je wordt eigenlijk, kom je nog verder van alles af te staan. Terwijl je eigenlijk weer op je eigen beentjes moet gaan leren staan. Het is een geheime locatie. En het is eigenlijk heel bijzonder dat Nens en ik zelf de spulletjes mogen komen brengen. En dat zij de deuren zeg maar voor ons open doen. Is het met jou? Ja, goed! Fijn je weer te zien. Ja, fijn jou weer te zien. En je bent er nog. Ja, ik ben je er, bent nog. Er nog. We zijn niet met lege handen gekomen. Ik weet dat hier een soort van winkeltje is, zeg voor de maar. Weggeving. Voor de weggeving. Ja, dat klopt. Er hangt gewoon een vibe. Het is gewoon een drukkend gevoel. Mensen zitten daar gewoon niet voor de lol. En weet je, dus je voelt wel gewoon het verdriet en de vibe in dat gebouw. En dit is een van onze kamers die wij ter beschikking stellen. En dit is de ruimte die dan voor moeder, twee kindertjes. Babytje. Ja. Jeetje. Kun je het je voorstellen, Nens? Nee. Dat je van je huis met je inloopkast gewoon hier terecht komt. Maar wel heel goed dat het bestaat natuurlijk. Ja. Nou, Je stapt in een andere wereld. Ik zag even zo een paar kindjes lopen. Ja, dan huilt je hart. Dit is de algemene keuken en deze wordt dus eigenlijk gebruikt voor alle 20 systemen die wij hier opvangen. We hebben ook een rooster, een koken. Ja, het is van de zotte eigenlijk dat je van een zelfstandige woning, waar je het allemaal zelf organiseert voor jezelf samen met je gezin, hier afhankelijk bent van, hey, ben ik nou aan de beurt? Ja, en nee, dat is echt schakelen. Ja, hoe was dat voor jou? Ik haatte het. Ik kwam uit een vrijstaande villa. Het is zo omschakelen. Het voelde zo als falen voor mij. Op dat moment had mijn mooiste periode uit mijn leven moeten zijn. Ik was net moeder, dus ik had visite en kleertjes moeten krijgen. Lekker met een kinderwagen door de stad moeten huppelen. En dat vind ik wel echt heel erg dat ons is ontnomen. Ja, en daar ben ik wel heel verdrietig over geweest. Vind ik nog steeds heel erg. Er is ook gewoon heel veel taboe over het thema, onderwerp. Ja, de schaamte is groot. Ja, en schaamte is groot. Ja. Schaamde me echt gewoon. Ja, ik dacht, ik hoor hier niet, ik moet hier niet zijn. Wat overkomt mij? Ja. Dus... Ja, je schaamt je. Ja, ik kan niet uitleggen. Nee. Achteraf denk ik, hoezo schaam jij? Ja, hij moet zich schamen. Ja. Ja. Niet jij. Ja. Maar ja, het is moeilijk. Ja. Ik heb goed nieuws, want mijn vergunning is binnen. Het heeft wel echt een jaar geduurd. Er zijn gewoon veel fouten gemaakt. Ik heb gewoon net even pech gehad. En ja, ik kan echt niet wachten tot die bouwvakkers gewoon lekker daar staan te beuken en zo. Oh. Nou, Nens, hier is het dan. Leuk. Nancy en ik zijn uitgenodigd om naar het pand van Ginny te kijken. Ze noemt het mijn parel. Dus we gaan naar Ginny's pareltje. Grappig pandje, hè? Super gaaf. Daar is ze. Hola, hola. Hallo. Wat leuk dat jullie er zijn. Even het krot van je bekijken. Leuk dat jullie er zijn. Wat is je ruwe diamant? Ja. Wat groot, hè? Ja, niet normaal. Goed, hè? Dat pand, het lijkt wel... ik zie daar helemaal niks in. Ik denk, waar moet je beginnen? En dit was vroeger dus een bar, of wat was dit? Ja, een bar. En dan boven een woning. Pas op, is de gat, trouwens. Ja, daar zal ik zo weer invallen. Gelukkig en dan kan ik een beetje laten zien hoe het wordt. Want... Ja, want... Ik heb jullie nog niet verteld. Mijn bouwvergunning is binnen. Nee! Ja, Genie. Je had gewoon even de vergunning binnen, die mafklappert. Wat een opluchting dat die eindelijk die vergunning binnen is. Nou, 1, 2, 3. Hoppa! Kijk eens even aan. Hey. Hoppa!
Nou, hier beneden komen dan 2 appartementen en dan en boven nog. Ja, heel mooi. En dan heb ik nog aan de zijkant heb ik nog best wel een stuk ruimte en dat wordt een soort van gezamenlijke tuin. Ja, echt. Echt. Nou, ik ben ook echt heel blij. Ik kan natuurlijk nu gaan starten met slopen, dus ik heb ze meteen naar boven gestuurd, want daar staat nog een keuken, die kan er helemaal uitgebeukt worden. Oh. Ja, dat bedoel ik. Godverdomme. Met dat ding stoot ik nog een keer. Ja, daarom heb ik die helemaal gehaald. Omdat ik nog een keer! Buk daar godverdomme! Je bent niet... Supermodel, ik ken eruit. Nou, het is niks voor mij. Ik zie het alweer. Ga naar huis. Ik ga naar huis. Ga naar huis. Zal ik die ramen eruit slaan? Nou. Dit was dus de keuken van de oude bewoner. En ja, die mag eruit. Die hele keuken mag eruit. Kun je dat niet beter op marktplaats zetten dat iemand komt halen? Ja. Jamie, kijk eens naar die keuken. Nou, gratis af te halen. Kom maar hier. Ik begin wel. Ja. Doe dit gewoon niet! Nee, dat zeg ik! Ja, pak het van onder. Kom er niet aan! Ja! Hoppa! Nens! Hoppa! Het was al meteen duidelijk wie de meeste agressie in zich had. Dat was Nens, daar wil ik geen ruzie mee. Reboot! Trots op die meiden. Jezus, kan die Nens ook beuken, zeg. Oh, yeah! Nens is echt een Amsterdamse sloper. Hij doet het niet meer. Nee, klaar. Ben er klaar mee. Volgende. Harder. Ach, Jezus. Denk aan je ex. En ik zeg, hup, denk aan alle onrecht die is aangedaan. Huppakee. Nou, toen ging ze, hoor. Als een speer. Yeah! Ja. Mijn ogen dicht. Ja. Harder! Ja, denk zeker niet aan je ex. Ja, goed zo! Ik ben gewoon niet zo sterk. Pak de beer. Jezus Christus. Au! Rasha! Harder! Mijn komende maanden zien er stoffig uit. Ik zal me veel gaan bemoeien met de bouw. Ik denk dat ik weinig meer in de PC kom, maar meer bij de bouwmarkten. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Cheers! Cheers. Op de Zaanse school! Op de appartementen! Outside. Is jarig en we gaan haar verjaardag vieren op een prachtige plek in Amsterdam-Zuid. Nou, Leo, wat vind je ervan? Oh, wauw. Schat, heb jij dit echt geregeld? Leuk, hè? Oh my god, is dit echt voor mijn verjaardag? Ja? Oh, wat leuk. Ik heb Leo geholpen met de locatie, omdat ik natuurlijk in de evenementenbusiness zit. En ik denk dat het ook wel leuk is dat ze iets anders doet dan wat ze normaal doet. Dat ze echt een zonnetje gezet kan worden. Wat is precies de bedoeling? Nou, weet je, een spelletje die ik bedacht had, dat zijn die balletjes. Ja. Je ziet de vragen. En wat moet met die balletjes gebeuren dan? En dan mag iedereen kijken. Ze gaan even random balletje uitzoeken. Ja. En die balletje die je gepakt hebt, moet je antwoord opgeven. Ah! In elke balletje zat de vraag. En die vraag heb ik zelf ook bedacht. Ik was, om eerlijk te zijn, toch wel wat voorzichtiger. Want ik had eigenlijk nog pittige vragen in mijn hoofd. Maar ik dacht van, nou, ze worden... Laten we gezellig houden. Als ik aan Lil denk, dan verwacht ik champagne en lekker culinair. Michelinster, gewoon helemaal over de top. Ja, Lilian zei uitpakken, dus ik dacht, nou, dan gaan we volle bak als een prinses. Tada! Voelde me net als een poester. Oh, hallo! Hallo! Welkom to my party! Oh, gefeliciteerd! Ja, ze ziet er mega goed uit. Het lijkt Tina Turner wel. Wij gaan heerlijk eten, maar wij moeten het zelf bij elkaar knutselen. En die lieve vrouw, die gaat ons leren sushi maken. Oh. Ik had een hoop verwacht, maar niet dat we zelf ons eten moesten maken. Sushi workshop, mijn god. Dus ik hoop dat we na deze helemaal nooit meer sushi hoeven te bestellen. Nou, nee, ik ben niet zo heel gek op koken. Nee. Keukenprinsesjes, let's go. Ja, we kregen natuurlijk meteen een schort aan, dus ja, daar gingen onze jurken. Maar ja, ik had het even afgesteld, een riempje eroverheen. Voelde me net een kleine zeemermin. Heb je ooit sushi gegeten? Ooit. Komt nu elke dag voor. Ja? Komt wel eens voor. Ooit. Wij zeggen kanpai in het Japans. Kanpai! 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 Kanpai!
Jongens, doordrinken. Wij gaan nu rollen. Zo. Echt, kijk goed, dit gaat helemaal niet. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik vond het ook leuk om te weten hoe ik het moet doen. Maar ik denk, als ik moet kiezen, doe ik toch voortaan liever het opeten. Eigenlijk. Het ligt echt zo'n hele lekker dikke. Nee, ik ga dat niet thuis doen. Nee, nee, niks voor mij. Gezellig? Nou, leuk, jongens! En op het leven. Op onze vriendschap, ja? Nou, dank jullie wel. Weet je hoe je vriendschap nog dieper, meer dieper in kan gooien is en als je elkaar beter leert kent. Oh, ik ben bang. Je durft als eerst het balletje te pakken, dan zit er een vraagje in en dan mag je die uitpakken. Als Lil zegt ik heb een spel bedacht, dan denk ik, ze gaat ons echt dik voor lul zetten. Roer het en pak maar gewoon eerst de beste. Ik denk, we gaan toch niet seksistische opmerkingen krijgen van wie heb je de eerste seks gehad, wie heb je dat gedaan, wie heb je eerst getongd? Wat is jouw beste openingszin? Hi, hoe gaat het? Nee. Maar wat zou jij zeggen? Wat zit in je tas? Wat zit er in je portemonnee? Ja. Nee, ik heb geen openingszin. Ik ga niet een man versieren. Nee, begin ik niet aan. Wat zijn jouw afknappers? Nou, heb je nog wel wat? Heb je even. Als we liegen. Okay, dus zo een afknapper. Lelijke onderbroeken, kralenarmbanden, boeddha te boeddha. Dat vind ik echt allemaal geen goed verhaal. Zo'n gekleurde Bjorn Borg, nou, wegwezen heel gauw. Wat zijn drie dingen waarmee je niet zonder kan leven? Hello. Mijn telefoon. Ik kan niet zonder pleziertjes. Kijk, jullie zijn voorzien altijd van een man, ik niet. Dus ik haal mijn plezier ook uit het leuke apparaatje. Die heeft een mooi kleurtje. En als ik niet kan slapen, pak ik mijn vriendje en dan slaap ik binnen 1 minuut. Is klaar. Heerlijk. Dus beter dan een melk of een kopje thee of weet ik veel. Serieus. Ja. Lil kan niet zonder de speeltjes. Nee, dat begrijp ik. Seksmachine. Wat is het stomste wat je ooit gedaan hebt voor de liefde? Als ik zie dat diegene iemand kent, vraag ik wie ben jij? Hoezo volg je haar en waarom weet je hoe kennen jullie elkaar? Dan stuur ik haar een berichtje. Inspector Gadget bedoel je? Ja, Inspector Gadget. Ja, heb ik wel eens gedaan. Geef ik eer toe. Ik ga echt alles onderzoeken. En wie kent hij op Instagram? Waar gaat hij mee om? En dan zie ik bijvoorbeeld een naam die ik niet ken. En dan zeg ik zo, hi, who are you? How do you know him? Ik ga het gewoon vragen. Boeien. Oh, ik heb ook 1 ding gedaan. Oh jezus, nu komt het. Ja, ik was jong en ik had het blond haar. En diegene die zei, ik hou echt van donker haar. Ja, ik was best wel jong. Ik dacht, ga ik het maar donker verven. Dus ja, ik met mijn vriendinnen verf gekocht. Wij verven. Helemaal oranje. Groen. Oh. Groen haar. Wat heb je altijd al willen proberen? Oh, dat weet ik. Ik zou echt heel graag een heel grote ruit in willen gooien of zo. Helemaal niet zo heel boeiend, maar dat lijkt me gewoon heerlijk. Gewoon zo. Gestie bij de. Ik wil trouwen. Dat wil ik nog een keer doen. Oh ja. Mijn droomhuwelijk, die is in Capri. En dan buiten. Die zijn zo'n groot landhuis. En lange tafels en feesten. En gewoon leuk, dat wil ik. Ik snap hem wel, hoor. Ik wil trouwen, ja, sorry hoor. Hoort erbij. Nee, geen sorry. Ja, ik ook. Dat wil ik ook. Ik ben nog nooit getrouwd geweest. Dus ja, dan moet dat er toch maar van gaan komen. Ik heb wel een paar hele mooie jurken gezien. Zo mooi klassiek, zo. Met de kant, zo. Naar beneden. Ja, heel mooi. Ik wil een keer onderdeel worden van de 7-Mile Club, maar heb ik dat nooit gedaan. Ik durf het niet, ik ben scheiterig. Nee, hij mij ook. De Huil Mile Club. Ik heb geen idee hoe het heet, maar Jamie wist wat ik bedoelde, en iedereen ook, is dat je eigenlijk dus seks hebt in een vliegtuig. En mijn fantasie is toch wel eens een keertje om daartoe te behoren tot die club. Met Edwin wel te verstaan. Heb je wel zin in een vliegtuig? Nee, dat vind ik veel te klein. Ik heb ruimte nodig. Je hebt Emmerus, heb je hele grote ja, nee, dat vind ik veel te klein. Ja, dat had ik ook niet gedacht. Dionne heeft gewoon een stout randje. Heel trots op haar. Ik wil weten hoe het is om een buikje te hebben en om zwanger te zijn, om een gevoel te hebben en om te bevallen en om moeder te zijn. Nou, heel mooi. Bevallen, ja, maar ik hoef niet te trouwen, ik hoef geen papiertje, maar wel iets van moeder. Ja. Mooi. Het mooiste wat er is. Het mooiste wat gaat gewoon gebeuren. Dankjewel. Het mooiste wat er is, geloof me. Ik heb me echt heel veel geleerd met deze groep meiden. Ze zijn zo zelfstandig en zo erg eigen wil. En ik denk, ja, hallo, ik kan dit ook. Ik wil dit ook. Die meiden zijn wel een beetje voorbeelden ook voor mij. Ik wil heel graag aan jullie
cadeautje uitdelen. En dan gaan wij dat nu uitpakken. Is vinden goed? Jullie het leuk? Ja, heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat jij... Jongens, jij krijgt een dildo. Jij krijgt een Fibo. Jij krijgt een satisfier. The first note is going to Nancy. Oh. Gaat je hier alsjeblieft? Nou, dank je wel. Zo. Zo. Ja, tijger. Oh. 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 We hebben elkaar beter leren kennen vanavond en ik hoop dat er nog vele mogen volgen met nog leukere en diepere gesprekken. En mijn zus er natuurlijk bij. Het is eigenlijk de eerste keer dat we een vriendengroep echt samen hebben. Ja, dat vond ik echt leuk. En ja, ik hoop gewoon nog op heel veel andere leuke avonturen met die gekken. We zijn zo verschillend. En dat maakt het eigenlijk ook dat we zo goed met elkaar kunnen opschieten. En ik moet ook wel heel erg lachen om sommige... kijken op het leven, die dan totaal anders zijn dan hoe ik dingen zie. En ja, ik denk dat het ook gewoon heel leerzaam is. Oh, wow. Wow. Heel mooi. Ja. Zwart. Kan je weer mee naar Barcelona? Hoezo denk je aan zwart bij mij? Weet je wel. Ja, nou. En op het leven. Oké. We hebben een mooie, dierbare vriendengroep. Bijna één. Moet toch wel weer eens iets verkeerd gaan. 5, 4, 3, 2. Je hangt veel van mijn hoofd. Ja. Yeah.